huis onze rijkaar. Ja. En Elwin ligt ernaast. Zo'n lekker ding. En er komt er nog een in. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is hier prachtig mooi weer. Dus wees welkom bij weer een nieuwe, gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Maar ondanks dat het prachtig mooi weer is, is het zo koud. De wind is koud, ja. Maar ja, het is ook nog maar april, dus het mag ook nog wel. Ik heb de deur gewoon wel weer dicht, want ik vernikkelde dat ik de deur even open had voor de dames. Eentje staat half, ze komt nou hier naartoe net. Hé, dat is onze Rijka. Ja, dat is onze Rijka. Ja. En Elwin ligt ernaast. Rijka die zat er net half in het zonnetje. Ja, die denkt gewoon dat ze bruiner kan worden hoor, maar dat gebeurt niet hoor. Nee. Nee? Nou, wat ik van plan ben vandaag te gaan doen, en mijn capuchon dat zit niet lekker met die bommelen en dat precies tegen die leuning aan, maar. Wat mijn plan is om te gaan doen, dat is sowieso die vaatwasser en weer een flinke wandeling met mijn dames te doen. Ja. Yeah. Even een dieren speciaal zaak. Ik wil eventjes een beetje op de hoogte gebracht worden wat mij kostte. Ik wil kijken naar een nieuw corsetje voor de. Want die ze nou draagt is van mijn vorige hondje Frodo geweest. Ze past er wel zo onder lijf en dat past ook allemaal wel. Maar het corsetje op de rug vind ik te kort. Dat mag wel ietsje langer wezen. Ja. En natuurlijk weer wel een frisse kleur. Ik wil niet zo'n vieze smerig oranje kleur hebben. Ja, het is een beetje roestig kleur en dat vind ik niet mooi. Het moet wel vrouwelijk wezen. Vrouwelijk en vrolijk, ja. Hé, meisje, het moet beide passen. Het zijn meisjes en het moeten mooie kleurtjes zijn. Ja, toch? Ja. Hé, wijfie, jij kind. Ja, paars, rood, roze, weet je, echt, ja. Echt mooie kleuren, niet vieze kleuren zoals roest, oranje, nee, ik vind dat als goed, maar ik vind het niet mooi. Nee. Nou, gisteravond heb ik voor mezelf ook wat nieuws besteld via internet, samen met Karen en Roderick. Een nieuwe band om mij heen, een heupgordel, waar ik de dames aan kan koppelen. Ik heb nou zo'n smal riempje, dat is gewoon een riem, nou die koppel ik om mij, die doe ik om mij vast en daar kan ik dan de dames aan koppelen. Maar dat is maar een smalle, is wel voor canvas, dus wel stevig materiaal, er is niks mis mee. Maar dan moet je niet het aan je rug markeren. Ja, dan moet je wel gezond wezen van de lijf en leden. Dus nou heb ik een heupgordel, dan heb ik wat steun in daaronderin. Dus ja, we zullen het zien, dat komt deze week binnen. Dat duurt het dan. Is het morgen of zo, ik weet niet. Zullen we het vanmiddag eens even bekijken als we weer thuis zijn. Dus het komt wel goed, lieve vrienden. Ik ga nu rap snel aan de gang. De vaat, dat doe ik pas later op de dag. Maar ik heb nu koffie staan en dat wil ik eerst opdrinken voordat ik met de wandjes ga. De wasmachine draait al, kan al, we hebben al eten en die blijft daar. Die mag niet naar buiten, anders komt die mag erna. En dat wil ik niet. Niet die hele afstand. Want ik moet nog een andere kant op. En de grote weg over. Half het centrum door, laat me zeggen. En dan wil ik hem er niet bij hebben. Nee, dat weet je, hè? Dat doe je gewoon niet. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag op jullie manier. Maak veel plezier. En kijk ook naar mijn vlogs. Maak reclame voor me als je dat wilt. En let op die i die er bovenin staat. Aan de rechterkant.
Het staat recht, als je zo zit te kijken, dan staat het recht in het beeld. Staat ook abonneren en het belletje, moet je ook even doen. En dan bovenin de film zelf zie je een i'tje staan van informatie. Moet je ook even klikken. Dat weet me nooit. Toch? Ja, dus je weet nooit wat er staat. Dan staat er weer iets van mezelf. Maar ik kan niet zo goed eens een keer van iemand anders er wat in zetten. Ja, dat je daar ook eens even moet kijken. Dus ja, ik zou zeggen, geniet en blijf op de hoogte door alles. Ja, gewoon wij zijn niet de enige. Karin die doet nou ook die i van informatie. Doet ze ook van dezelfde in, maar voor hetzelfde geld doet ze het ook eens een keer van een ander. Maar er zijn veel meer vloggers die dat doen. Dus let op die i bij iedereen waar je op kijkt. Ja, en abonneren en op het belletje klikken, want dan blijf jij, ja jij, ik heb het tegen jou, op de hoogte wanneer er een vlog online komt, want dat doet YouTube. Wij plannen het in en YouTube die zet het neer. Een kind kan er was doen. Ja toch? Dus gewoon er even op letten en erop klikken. Want dan doe je het goed. Ja. En ook wat ik al gevraagd heb. Duimpje omhoog. Duim naar beneden. Willen wij even goed weten waarom doe jij die duim naar beneden? Geef een reactie. Wij kunnen het verbeteren. Als jij het zo doet, kunnen wij toch verbeteren waarom jij het zo vindt. Spelen wij op in. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. En ja, zoals jullie weer zien, hè, weer mijn andere shirtje aangetrokken. Want ik was weer nat van het zweten, dus dat ging gelijk de was in, want dat is niet prettig meer, nee. Dat hij hangt nou eerst op het hekje van de trap te drogen, want ik ga geen natte kleding in een wasmand met droge vuile goed gooien, want ik krijg even goed nog zo'n weer erin, dus dat doen we maar niet. Maar het is wel stof wat zweten kan. Normaal als ik het heet heb, word ik niet nat, maar met dit stof dan, dat wel. Ja, heb het nooit eerder gehad. Maar ja, oké. Okay. Gedaan de zaak neem ik een keer. En ik ben er weer. En dan maar gewoon een ander shirtje aan. En jij geeft hem vriezen. En dan komt het ook wel weer goed. Maar we hebben meer gelopen dan normaal. Ja, ik schrok er zelf van. Ik ben trots op mezelf. Ik ben trots op mijn meisjes. Meer dan 3 kilometer gelopen. Bijna 4 kilometer. 3,9. Geloof ik, 3,49 zoiets, weet ik veel. Dus ja, als ik goed kan rekenen, dan is het tegen de 4 kilometer aan. Ja, ik had blokje nog ietsje groter moeten maken. Maar ja, ik zag iemand lopen met een heel klein, lief, bekend hondje genaamd Bibi. En ik roep Bibi, maar dat ging gelijk. Ja, Bibi wou wel komen, maar wat er aan hing aan de andere kant van de lijn. Die wou niet en die nam de benen heen, die wou vliegen vlug door. Ja, die is bang. Nou ja, arme stakker. Arme Bibi's baasje, die is bang van mij. Nou ja, hoe wil je dat hebben? Ik snap dat niet, ik heb hem nooit niet een strookbreed in de weg gelegen. Maar nog even wat anders, ik heb ook nog gelachen om Rijka. Staat er, lopen we langs tuintjes. Heen een tuintje met een paal en met een hekje ertussen, weet ik wat er allemaal ertussen stond. Op dat paaltje bij de ingang naar de voordeur toe staat een beeldje van een leeuw. Daar is ze bang van. In de stad, bij de bloemist, staat een lammetje. Nou, dus zo ze eerst achteruit. Ik zit toen even maat. Het is maar van beton of zoiets, weet ik veel waar het van is. Ik zei, ruik maar. Dus ik zet haar erbij. En ja, toen begon ze het oortje te ruiken. En toen keek ze er eens naar van, oh, dit is maar raar. Er komt geen beweging van. Of het is een dier, maar het beweegt niet, weet je. Maar ik moest wel lachen. Ik denk, nou, hier, joh. Malle meid. Hé, hé, ja, nou, kind. Hé, kom eens. 1, 2. Oh, bedap. Oh, meisje. Ja, och, zo'n lekker ding. En er komt er nog één in. Ja. Nee. Nee, zet het lekker op. Zet het lekker op. Ja, kom maar. Hoi, kom dan.
Zo hé. Ja. Dat zien ik de kijkers niet, hè. Onze vrienden zien het niet dat je lekker bij me zit. En de bereikers zien ze. Ja. Hé. Gisteravond laat had ik Rijka op schoot en Kandalf had ik erbij. Nou ja, moet het zo? Je gaat toch niet je poten op iemand anders een hoofd neerzetten? Of een kop of wat dan ook? Dan ben jij toch ook niet zo mannen, zo? Vind jij ook niet leuk? Malle meid. Ja, doe je toch niet? Hé? Nee, hè? Doe je bed goed. Zo, laat altijd een boer in gezelschap van een ander. Hé, Elwing. Kennelijk. Maar oké, lieve vrienden, ik heb lekker een bakje koffie voor me staan. Althans, dat daar nog, maar het is wel ingeschonken. Ik ga het erbij halen, maar dat ziet er ook niet uit, maar lekker belangrijk. Ik zou vandaag ook boodschappen gedaan hebben. Nou, dat morgen nog een dag. Wat ik wel straks nog ga doen, dat is met de vaatwasser bezig. Maar ik ga eerst lekker genieten van een bakje koffie. Ja, ik moet wel boodschappen doen. Ja, dat moet ik straks eerst doen. Dus ja, komt allemaal goed. Ja, ik zou moeten. Want anders, ja, ik heb wel eten. Maar ik wil ook wel wat anders dan alleen nog maar eten. Ik wil ook een snackie hebben tussendoor. Ja, en dan heb ik niet meer. Nee, dat is balen. Dus ik moet wel. En kan ik ook gelijk kattengrit halen, et cetera. Dus ik ga er straks wel even naar de woonmarkt toe. Dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, een hele tijd heb ik vandaag niet meer gevlogd. Ja, jullie weten dat ik weg ben geweest, et cetera. Maar ik zou ook de vaatwasser doen en ik zou eten. Nou, dat is dus allemaal al gedaan. De vaatwasser draait. Ook ben ik boven geweest om de wasmachine weer leeg te halen en de boel op te hangen, wat niet in de droger hoefde. Nou, het waren maar twee dingen. Een jurk, nou, die wil ik niet in de droger hebben. En een laken, nou ja, dan kan ik wel op het traphekje drogen. Ja, toch? En je hebt ook geen droger nodig, simpel. De keuken is ook mooi schoon. Enkel er staan aan die kant nog twee vaten. Nou, ik ga mij nou geen halfbrekende toeren uithalen om op het trappetje gaan te klimmen. En dan naar boven de kast te zetten, komt morgen wel. Dus. Maar het is hier weer schoon, spik en span glanzend. Op de gootsteen, ja. Nou, het rommelhokje is altijd een rommelhokje, ja. Dat zijn gewoon de spullen die je dagelijks nodig hebt, ja. En deze kan weer naar de schuur, nou dat moet morgen maar. Maar dat kan weer opgeruimd worden. Ik zag er eentje om me heen lopen. Ik dacht, kan wel. Ja! Hey, kerel. Kereltje. Ja. Ja. Oh ja, man. Kom maar. Wil je naar buiten of zo? Wil je naar buiten of zo? Nou, kom dan. De dames liggen allebei op de bank, bank, bank. Hey, hallo. De dames liggen lekker op de bank, bank, bank. Jo, daar liggen de dames. Die ligt helemaal brik. Hé? Hey? Ja. Dus, nou, dan ga ik jou eruit laten. Doe maar. Doe dan. Goed zo. De lucht is weer mooi en ik zie de maan. Ik weet niet of jullie hem ook zien. Ik weet het niet of jullie hem ook zien. Ja, ik zie hem wel. Ik zie hem. Oh, kwam je weer binnen? Wat wil je nou? Binnen of buiten? Ja? Doe maar. Mag wel. Doei. Zo. Dus ja, lieve vrienden, dat dus, ja. Mijn haar zit ook niet zoals het moet, maar ja, lekker belangrijk, lekker door de war. Moet kunnen, zo hoort het ook met dit model. Ik ga verder televisie kijken.
Leuk programma, dus ik ga lekker kijken en ik ben tussendoor even met het spel bezig. En ik moet vanavond nog een vlog in elkaar draaien. Ja, ook dat moet nog. Dus, ik heb nog heel wat te doen. Ik weet niet eens hoe je het goed uit moet spreken. Je struikelt je tong eroverheen, maar het maakt niet uit. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond, lieve vrienden. En voor later op de avond, uiteraard, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot morgen. Doei!